Hele goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is maandag. Ik weet niet eens welke datum het is vandaag. 25 februari. Het is nu ongeveer 9:15. En ik ben al, denk ik, 3 kwartier wakker. Ik ga zo meteen naar beneden. Want ik ga Quinty en namelijk uitzwaaien. Want Quinty gaat vandaag voor 3 dagen. Naar Londen. Super gezellig. En vandaag wordt ook een hele leuke dag voor mij. Want het is ten eerste lekker weer. Ik ben vrolijk. En ja, ik ga jullie gewoon vandaag meenemen in mijn week weer. Dus let's start it into my week. Inmiddels is het alweer echt een uurtje later of zo. En ik heb een pink trousers aan. En ik ben een video aan het opnemen. Kijk. Super leuk. En mijn camera die staat dan zeg maar op mijn iPhone doosje. Ik weet nog niet wanneer deze video online komt. Die ik nu aan het opnemen ben. Maar dat heeft wel even tijd nodig. Omdat ik het ook gewoon goed wil vertellen eigenlijk. Maar ja, ik ga dus nu nog filmen. En dan ga ik lekker genieten van het weer buiten. Dus dat ga ik nu even opnemen en dan zie ik jullie. Later. Ik heb me even omgekleed naar een hele andere outfit. Nou, een andere trui dan. Even aangetrokken. Ik had een vest aan met een shirtje. Alleen, het is nog best wel warm buiten. Maar ik dacht, nou, dan kan ik dit gewoon lekker aan zonder jas. Broek nog steeds van de H&M. Trui zo van de H&M. En schoenen van Vans. Ik ben nu aan het wachten op Lois. We hadden letterlijk om 3 uur afgesproken. Het is nu 4:50. Ik heb net even lekker een soort drankje gekocht. Ik zet je even neer. Bij de Ethos kan je dit kopen. En Laura Ponticorvo promoot het heel veel in haar vlogs. En je kan het ook online kopen bij www.bijlau.com. Ik zal het even hier in beeld zetten of anders in de beschrijving. En dat is namelijk dit drankje. En dit is Aspire. En het is reduced body fat. En het is zero calories, zero sugar. En ik heb de smaak mango lemon. En als jij meer wil weten over wat het doet, dan zou ik hem nu eventjes op pauze zetten. Maar ja, dus deze. En deze kan je in haar shop kopen. 4 stuks geloof ik voor €19,95. Ik heb nu 1 blikje gekocht voor €1,50 bij de supermarkt of bij de Ethos. Maar kijk maar even wat je doet. En ik heb net een slokje genomen en het is echt wel op zich. Je moet er aan wennen, maar het is wel echt lekker. Dus die ga ik meenemen in mijn tas. Niet dat open blikje, want dat is allemaal zo van, dan is alles in mijn tas nat. En dan neem ik jullie mee en dan gaan we er vandoor. Oké, we zijn nu onderweg naar, van Rotterdam naar mijn ossel, naar Delft. Ik ben met... Ik ben er weer. Lieve Loos in de auto. We hebben net iemand afgezet in Rotterdam, want die moet zingen daar. Like a pig. En we gaan nu naar huis. En ja. Loos gaat nog even een maatje... God krijgt de tyfus. Lois gaat nog even bij mij chillen, want ze moet haar telefoontje opladen. Want die is nu... Oh, en daar zijn we. Oké, overbelichting. Nee, dus we gaan lekker naar huis. En ik spreek jullie trouwens weer. Oh, en ik heb trouwens niet gevlogd van het eten. Maar dat kwam omdat ons eten tering lang duurde. Echt gewoon ongeveer 3 kwartier. En toen hadden we haast, want we moesten om 9:00 in Rotterdam zijn. Dus we hadden echt speed. Ik kon zaterdag altijd naar binnen zitten werken. 2 kroketten verbrand in mijn bek. En dat klinkt heel verkeerd, maar Arno. En die patat was echt een beetje zo van wat ik dacht van krullerig. Normaal heb je altijd van die dikke friet. Jij zei, oh die patat is zo lekker. Dus ik en Nieuw hadden zich al helemaal voorbereid. Ja, maar nee. Nee, maar die patat is normaal anders. Deze patat heb ik ook nog nooit gegeten. Oh. Maar goed.
Wat vonden jullie trouwens van de beelden van de kerk? Elke keer als wij langs die kerk lopen, krijgen we flashbacks naar... Woensdag. Woensdag? Ja, woensdag. Ja. Heel hoog was het. Hij was heel hoog. Hoe hoog was de kerkloop? 85 meter. Zoiets, ja. Zoiets? Want dat was 374 treden of zo. Ja, dus het was even pittig. Oh, ik had een spierpijn. Ja, ik ook. Ik had al spierpijn. En nu daarna nog meer. Zo. Maar goed, we gaan nu lekker muziek luisteren. Ja. Ondertussen staat er al een minuut lang Tinkerbadoos van Little Mix. En ik zie jullie zo weer. Oké, inmiddels ben ik weer thuis. Het was super gezellig vandaag met Lois. En ik lig zo eens in bed. Ik ga lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik ben wakker. Het is 10:30 nu. Ik ga zo meteen lekker ontbijten. Wat ik vandaag ga doen is, ik ga zo meteen over ongeveer 1.5 uur ga ik richting de stad. Want ik heb met Kiara afgesproken om gezellig even te gaan lunchen en even te gaan winkelen in de stad. En ik heb er super veel zin in. Wat ga ik nu doen? Oh ja, eerst ontbijten. Dat ga ik nu eerst doen en dan spreek ik jullie zo weer. Heb ik me klaargemaakt. Het is nu 12 uur en dit is wat ik aan heb. Dit Harley Davidson shirt. En die heb ik ooit een keer gekocht bij Rattaplan in Den Haag. Een broek is van de H&M. Mijn Fila's eronder en mijn buideltas. Ben ik weer thuis. Het was super gezellig. Even met Kiara lekker geluncht bij de Chase. En nu is het tijd voor mij om de donderdag video voor jullie te monteren. Wat heb ik nog doen? Die jullie afgelopen donderdag hebben gezien. De vlog van donderdag. En ondertussen ben ik hier trouwens Nienke Plas aan het kijken. Super tof. Dus ik ga mijn mobiel pakken. En dan ga ik lekker de rest van de dag, terwijl het buiten fucking warm is. Maar ik heb me net een soort van pauze gegeven, een hele lange pauze. En ik ga nu lekker. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag 27 februari. En ik ben gezellig aan het feeststammen met mijn grote vriendin. De Panther. Welkom. Ik ben weer met Freek Vronk zijn vrouwtje aan het chatten. Staat het niet enig? Swagger Jagger. You should get some. Inmiddels heb ik mijn vloggie geëdit. Dus ik ben lekker productief bezig geweest. Even pauze. En ik heb lekker gegeten. En ondertussen ben ik met Lois al hoe lang aan het facetimen? Al een uurtje of zo? Nee. Nou, we zitten tegen een uurtje aan. Laten we het daar op houden. Dus, ik ga jullie vandaag weer meenemen in mijn dag. Let's get started. We gaan beginnen. En heel veel plezier nog met kijken naar deze hele leuke vlog. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. De laatste dag van deze weekvlog. Normaal eindig ik hem altijd op donderdag. Maar omdat ik gisteren niets heb gedaan. Tot niks heb gefilmd. Dacht ik vroeg vrijdag er gewoon even in toe. En dan is de vlog van donderdag. En even van zaterdag en zondag. Maar die twee dagen waren ook heel top. Dit is wat ik aan heb. Deze jas. Dit jasje. Witte jas. Van H&M. Dan heb ik hieronder een soort van paarse trui aan van de Zara. Mijn broek is van... H&M schoenen van Villa. En ik weet alleen niet wat ik van dit moet vinden. Kijk, want dit is zeg maar wat langer, zeg maar. Of ik het nou moet knopen als een soort van strik of zo.
Maar dan ziet het er zo uit. Staat toch leuk? Dus, wat ik vandaag ga doen is, ik heb zo meteen afgesproken met Jamir in de stad. Die hebben jullie al heel lang niet gezien in de vlog, in de vlogs. En daar ben ik dus vandaag weer mee herenigd. En het is nu ongeveer 12 uur en we hebben rond 12:30 afgesproken. Dus ik heb nog even de tijd om even nog rustig alles chill aan te doen. Dus ik neem jullie met me mee en we gaan beginnen met deze hele leuke dag. Want ik neem jullie mee naar de stad. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 3 maart. Ik ben gisteren dus vergeten te vloggen. Sorry daarvoor, maar er is niet zo heel veel gebeurd. Ik heb dus net ontbeten. En het voordeel is, als je taart hebt in huis, dat je kan ontbijten met taart. Dus dat heb ik vanochtend gedaan. Ik heb vanochtend ontbeten met red velvet taart. Super lekker. En vandaag staat eigenlijk op de planning. Ik zou met Kia afspreken, maar dat gaat niet door. Ik moet mijn kamer nog doen. Opruimen en shit. Ik moet de vlog die jullie nu zien nog editen, monteren. En voor de rest is het eigenlijk een soort van chill zondag vandaag. Dus dat. En sorry dat ik in het beeld zei van vrijdag. Van dat de vlog tot en met vrijdag duurde. En nu duurt deze vlog tot zondag. Maar ik had zo weinig gefilmd de afgelopen week. En ik moet het echt weer gaan oppakken. Maar aankomende week wordt echt heel leuk. Dan is namelijk, of deze week staat in het teken van mijn verjaardagweek. Dus dat is super tof. Dus daar kunnen jullie lekker naar uit gaan kijken. Nu ga ik lekker even chillen. En ja, neem jullie gewoon lekker gezellig mee op mijn lui zondag. Zoals jullie kunnen zien sta ik in de badkamer. En ik ga lekker in bad. Ik ga zo meteen eerst een bad en dan ga ik dadelijk boven een maskertje op doen. Omdat ik daar zin in heb. Moet alleen even kijken of ik überhaupt nog wel een masker heb. Denk ik niet. Weet eigenlijk niet of ik dat heb. Ik heb het niet gecheckt. Fuck. Dus ik ga dadelijk lekker in bad. De bad is hier aan het vullen. En dan let's chill this Sunday evening. Avond. Night. Inmiddels ben ik al een tijdje uit bad. Ik heb geen masker meer opgedaan, want ik had geen masker meer. Ik had een maskertje, nou, lijkt een goed verhaal. Maskers waren op. Nou, ik ben al 2 uur aan het bellen. Doen we niks mee. Ik ben al 2 uur aan het bellen met mijn lieve vriendinnetje Lois. She is back in de vlog. We zijn met Lois begonnen in de vlog en we eindigen ook met Lois in de vlog. Zijn we begonnen met mij? Ja. Weet je niet meer? Oh ja, tuurlijk. Duh. Maandag met spelletjes. Oh mijn god. We gingen. Ik heb nog helemaal iets niet verteld aan jullie. Maar we gingen in het restaurant. Gingen we 30 seconds spelen. De vraag was: wat is de hoofdstad van Italië? En wat reageerde Danilo daarop? Zwitserland. In plaats van vorm, zei hij vork. En waarschijnlijk zei hij wel vorm, maar het enige wat ik hoorde was vork. En ik dacht gelijk aan lepel of mes. Ja, ik ook. Zo. Sorry guys. Oh ja, ik heb mijn bek verbrand aan een kroket. Lois heeft nootjes ontweken op de saté. En oh ja, Danilo, als je dit ziet, je speelt een beetje vals. Want we hadden 30 seconden, als jij 25 seconden gaat praten en me 5 seconden het antwoord durft te geven. Anders. Wat? 25 seconden aan het praten over iets compleet anders. Precies dat. En dan denk ik, oh, nu komt het. Tijd voorbij. Bij deze sluit ik de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om te zien hoe mijn week was. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet de duimpjes niet omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet me zeker niet te volgen op social media. Instagram, Twitter en Snapchat. Allemaal in de beschrijving. Oh ja, en vergeet ook zeker niet even dat notificatiebelletje aan te klikken. Want dan krijg jij een melding van Jamie heeft een nieuwe video geüpload. En dan zie ik jullie volgende week maandag weer op mijn kanaal. En donderdag komt er
Donderdag komt er een andere soort video online. Maar dan zou ik zeker even donderdag gaan checken. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!